Jongens, welkom bij een nieuwe video hier op gamersnet.nl. En elke keer als er een nieuwe spelcomputer komt, of een nieuwe variatie van een spelcomputer, of een retro spelcomputer, nou, dan zijn wij bij Gamersnet natuurlijk in extase. 7 november is het zover, dan komt de Xbox One X uit en wij hebben hem hier al. En wij willen hem uitpakken, we willen hem zien, we willen hem voelen. Maar voordat het zo is, gaan we eerst een koffiezetapparaat unboxen. Echt waar, een koffiezetapparaat? Jazeker, want ik ben net naar Microsoft geweest om dit pakket te mogen ontvangen. Super awesome. Maar het was een heel pakket met heel veel spullen, waaronder dus een Nespresso. Nou, die gaan we eerst even unboxen. Ik weet niet, bij Gamersnet houden we onwijs veel van koffie. Dus ik denk dat Tom en ik sowieso heel blij zijn met een nieuwe Nespresso. Ik pak hem er even bij. Want ze zeiden bij Xbox ook, ja, dit moet je echt even unboxen hoor. Want dit is toch wel echt een fantastisch, magisch, mooi apparaat. Nou ja, dat gaan we nu zien. Ik bedoel, ja, wat else? En oh, hoe vet is dit? De krachtigste console ooit, de Xbox One X. En aan de andere kant staat ook de Xbox One X. Een nieuwe koffiezetapparaat met daarbij ook nog eens heel veel cupjes. Zodat we tot diep in de nacht kunnen gamen. Dat is natuurlijk de bedoeling. Je denkt, waarom een koffiezetapparaat? Nou, daarom, omdat wij natuurlijk nu die dingen moeten reviewen. En dat betekent dat we nog te lang aan de slag zijn met de Xbox One X. Wat is ons werk toch een straf. Maar iemand moet het doen. Laat ik dat dan deze keer zijn. Ik ga het volgende pakket erbij pakken voordat we bij de Xbox One X komen. Pak ik even deze zak erbij. Want hier zitten ook allemaal dingen in, waardoor we perfect mee aan de slag kunnen. Ik ga Niels, onze cameraman, vragen in de After Effects, of in de bewerking, er schijnen ook codes in te zitten, dus die moet even afgedekt worden. Want dit is een beetje zo'n zak, dat als je zeg maar bang bent dat de aliens aanvallen, dan doe je zo'n zak op je hoofd. Nou, dat is een beetje dit spul. En wat je ook warm houdt, als je zeg maar in een rampgebied bent. Maar hoe je het open krijgt, God knows. Zo. Nou. Laten wij beginnen met de games die wij allemaal gaan behandelen. Ik heb hier Planet Earth 2. Dat is een 4K Ultra HD documentaire. Die kunnen we lekker gaan bekijken in 4K. We hebben alles over Minecraft. Nou, dat is al prima. Ik hou natuurlijk heel erg van Minecraft, hè, mensen. Heel erg. We gaan verder naar Assassin's Creed Origins. Voor de Xbox One X in 4K gaan we die strakjes beleven. Super vet, super dankbaar. Nog meer Minecraft, nog meer Minecraft, nog meer Minecraft. Nou, hartstikke leuk. Er zit nog een boekje hier onderin. Alles over de Xbox One X. Het is wel echt heel tof. Het is een heel mooi boekje. Met relief ook. Dat is wel tof. Ja, gewoon een mooi boekje met wat we allemaal kunnen gaan verwachten van de nieuwe console van Xbox. En ook Xbox Live Gold. Nou, dat is altijd relaxed. En er zit ook een headset bij van Plantronics. En mensen die wel eens bij onze Gamersnet Tuk-Tuk zijn geweest op een event, daar zitten Plantronics headsets in. En ook, dat is heel belangrijk, Dolby Atmos. En dat is heel erg vet, want dat betekent dat het geluid overal vandaan komt. Dat kan deze RIG 400HX van Plantronics. Super vet, daar kunnen we ook lekker mee gamen. Het is tot nu toe wel een aardig mooi pakketje. Mis ik nog iets? Nee, ik mis verder niks. Dit is het. Hier zit nog wat. Nou, prima. En dan, the moment you've all been waiting for, de Xbox One X. Het briefje dat die toch echt voor mij is. Nou, super vet. We gaan hem openmaken, jongens. Het moment waar jullie allemaal op hebben gewacht. Het is de meest krachtige spelcomputer ooit gemaakt. Nou, dat weten we inmiddels. Ik meld altijd grapjes met Tom dat hij waterkoeling heeft. Hij heeft helemaal geen waterkoeling, wordt Tom altijd heel erg boos op mij. Maar wel iets met damp. Nou, hoe vet is dat? Damp in je console. Normaal als je damp in je console hebt, moet je hem laten maken. Maar in dit geval niet, want het hoort er gewoon bij. En hij is natuurlijk native 4K, ondersteunt hij. En dit is de 1 terabyte versie van de Xbox One X. En het is voor het eerst dat we hem in de knuister krijgen. Ik zie hier een Xbox. Oh, het is ook heel sexy ingepakt, zie je? Gewoon, echt gewoon zo'n mooi boekwerkje. En daar zit er dan een Xbox Game Pass in met Halo, een Xbox Live Gold abonnementje. Getting started, dat is het eigenlijk. Gewoon super vet. Het eerste wat me trouwens opvalt is hoe klein de Xbox One X is. Dat was ik eigenlijk een beetje vergeten van evenementen. We pakken eerst het doosje ernaast uit. Het doosje ernaast bevat natuurlijk een HDMI-kabel. Dat is heel netjes. Bevat natuurlijk een stroomkabel. Hé jongens, dat hele dikke blok wat je bij al die Xbox hebt gezien. Niet met de S, maar wel bij de eerste. Dat is weg. Dit is je stroomkabel. Hoe ver is dat? En natuurlijk de controller. Die pakken we ook eventjes uit. Oh, het is iets matter, is die. Er zijn een paar wijzigingen in het,
in de controller. Maar niet, daar gaan we het uitgebreid over hebben in de Gamers Gear natuurlijk. Daar gaan we het alles heel erg bespreken. Voilà, dat is dus de controller en het doosje wat erbij komt. Dat is de eerste. En we pakken hem nu uit. Hier is die, de Xbox One X. Nu komt hij pas op 7 november uit. We hebben een hele vroege unboxing. Super vet natuurlijk, maar ik mag hem nog niet laten zien als hij aan is. Dus ik ga hem aanzetten, dan is het item klaar. Maar we gaan wel kijken hoe die qua uiterlijk eruit ziet. Niels, kun je alles gewoon goed zien? Zal ik even een beetje ruimte maken? Dan kunnen jullie gewoon met mij meekijken hoe ik hem uitpak. Hij zit volgens mij op zijn kop. Zeker weten. En dit is hem, jongens. De Xbox One X. Ja, ik laat even een momentje stil te vallen. Je kunt hem ook rechtop zetten, want dan zie je hier dat het logo ook zo mooi rechtop blijft staan. Nou ja, je vraagt je natuurlijk af, wat zit er allemaal in? Nou ja, HDMI in, HDMI out. Dat is dus voor je televisie en voor je gameconsole. Twee USB-poorten. Natuurlijk de ethernetkabel, zodat hij gewoon voorzien is van internet. En hij is ontzettend mooi, is alles weggewerkt. Hier zit nog een HDMI-kabel, of een USB-kabel, sorry. En, do not remove. Oké, okay, nou, dan gaan we het weghalen. Want zo is die echt heel erg mooi. Dit is, maar hij is strak, hè, jongens. Echt super vet. Ik ga hem aansluiten. Want ik wil weten welk geluidje die maakt zodra die aangaat. Dat is natuurlijk altijd wel een beetje een dingetje. Dus ik doe even deze stekker erin. En ik ben zo terug. Nou, stekker zit erin. We gaan hem aanzetten. En dat is dan voorlopig het laatste wat je ziet van de Xbox One X hier op Gamerset.nl. Want wij gaan dan aan de slag met het apparaat. En binnenkort gaan we hem uitgebreid reviewen in Gamerset Gear. En in een geschreven review. Dat gaat heel snel komen met al die fucking vette spullen die we hier hebben. Maar we gaan hem aanzetten. Niels, ben je er klaar voor? Mooi. Let op. Wauw. Xbox One X, 7 november is hij er. Zo ziet hij.